Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar Gods stem. Vandaag luisteren we naar dit Bijbelwoord, Matteüs 18, vers 4 en 5. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. De grootheid in mijn koninkrijk heeft niets te maken met trots en met jezelf belangrijk vinden. Groot ben je als je klein durft te zijn, nederig en eenvoudig. Groot ben je als je bereid bent om de minste te zijn. Open je hart voor zwakheid en kwetsbaarheid bij jezelf en bij anderen. Daarin zul je de liefdevolle en genezende aanwezigheid van Jezus ervaren. Bid deze woorden en blijf dan nog even in de stilte van Gods aanwezigheid. God, leer me nederig te zijn. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.